Oh my god. Hey YouTube, fijn dat jullie kijken naar deze video. Ik denk dat het aan de titel en aan hoe ik eruit zie wel duidelijk is waarover deze video gaat. Ik heb voor de eerste keer een zelfbruiner mousse geprobeerd. En deze video is eigenlijk een review. Voordat ik jullie mijn uiteindelijke review geef, neem ik jullie mee naar de shots van gisteren en gaan we kijken wat er vooraf is gegaan aan deze look. Oh yes, mijn pakketje van Beauty Bay is net aangekomen. Dus dit is wat ik had besteld. Dripping Gold Ultra Dark Mousse. Ultra dark. Oké, dit is de before. Ik ben nog niet getand en ik ga straks pas douchen. En ja. Ik ga mijn benen scheren, ik ga me scrubben, dan een hydraterende douchecrème en dan zie ik jullie terug voor mijn tanning. Ik ben uit de douche, het is zover. We gaan tannen. Nog eens vlug de before. Mijn gezicht is een beetje rood van het scrubben. Maar ik ga nu mijn haar omhoog doen en dan gaan we beginnen. Ik heb een hele stappenplan opgeschreven naar de video tips van Whitney Simmons. En ik ga die allemaal volgen en hopen dat dat hier goed komt. Dan een vettige crème op ellebogen, knieën, voeten, enkels en oksels. Dat was een tip, een extra tip van Whitney. En ik ga deze gebruiken. En aan mijn andere elleboog. Eeuw, eerst aan mijn voeten en dan aan mijn elleboog. Eeuw. Ik heb net gedoucht, dus ik ben clean. En aan mijn oksels. Kei raar, dan gaat die crème onder je oksels. Goed dat Jonathan hier nu niet is. Want die zou mij echt vierkant uitlachen. Oké. En dan mijn handen waarschijnlijk. Waarschijnlijk, klinkt het logisch. Dan, stap 4, benen. Benen. En dan het laatste doen waar de crème is, dus laatst op mijn voeten en op mijn knieën. 3 pompjes. Oh my god, nu begint de stress echt toe te nemen. Oh my god, dit is echt eng. Oké, dus dit is de glow. Daar gaan we. 3 pompjes. Man, de stress. Oké, maakt niet uit. Komt nog niks uit. 1, 2, 3. Oh my god. Gewoon doen. Zij begon op haar scheen, dus ik ga opeens... Oh my god. Oké, gewoon. Oh my god. Oké. En rondjes bewegen. Ligt ze aan mij of is het totaal niet zo donker? Oké, en dan naar beneden. Naar mijn voet. Oké,
En aan de achterkant. Oh my god, ik heb echt niet het gevoel dat deze goed komt. Maar kijk, voor alles een eerste keer toch? Oké. Okay. Is dit ultra dark? Dan zei Whitney Simmons dat ik moest overgaan naar rug. Omdat je, als je aan je rug moet geraken, moet je echt duwen op je hand. En dan zou je duwen op je spreektuin. Spreektuin moest, als je dat al op je armen en zo hebt gedaan. Dus ga ik eerst mijn rug doen. Ik ga daarvoor wel mijn sport-BH uitdoen. En dan ga ik meteen ook de plaats waar mijn onderbroek is doen. Dus ik zie jullie zo meteen terug. Als mijn buik en mijn rug gedaan is. En dan ga ik nog de armen doen, want die was ook wel heel belangrijk. Alright, alright, the boys and girls. Ik hoop dat jullie een beetje verschil zien. Want ik heb ondertussen mijn buik gedaan, mijn borst gedaan, mijn oksels gedaan. Niet vergeten, oksels. Ik heb mijn rug gedaan. Ik hoop gewoon dat nu de sport-BH en mijn onderbroek niet te veel strepen gaan brengen. Maar ja, ik ga je niet filmen butt naked. Maar anyway, nu naar de armen. En de tip van Whitney was om te beginnen aan de bovenkant. Omdat de bovenkant van je armen sowieso donkerder zijn dan de onderkant. Dus dan is dat redelijk natuurlijk. Dus ik ga beginnen met de bovenkant. En ook veel op mijn schouders, omdat die ook het eerste de zon aanraken normaal gezien. Ik heb daarnet ook mijn schouders al gedaan. Voor de bovenkant en dan pas naar de onderkant. Dan nu de handen. Dus Whitney zei voor de handen, eerst vettige crème aanbrengen. Van boven en van onder. Oh, ik ga zo de urge hebben om straks mijn handen te wassen. En mijn handen zijn zo vettig, ik kan er echt niet tegen. Oh my god. Ah nee. Die had gezegd op YouTube een heel klein beetje. Niet aan gedacht, het is een hele volledige pomp. En dan zei hij, als je onderarm dan gedaan is en je hebt niet meer zo heel veel op uw wandje, een beetje naar uw handen toe. Oh god. Dan gaat je naar uw handen toe. Beetje tussen uw vingers. En mensen, is het een mooie overgang? Ik heb wel echt nog niet de indruk dat ik super bruin zie ofzo. Toch niet als ik in de spiegel kijk. Als ik zo naar mezelf kijk, denk ik, oh ja, ik zie wel bruin, maar... Allee, is het zo'n groot verschil? En dan gaan we beginnen aan mijn gezicht. Mijn gezicht. Dat is het meest scary. Dat vind ik echt het engste. Dus Whitney Simmons had gezegd om je gezicht te doen met een make-up brush, waar je normaal foundation mee aanbrengt. Maar ik heb helemaal geen foundation en ik heb dus ook geen make-up brush waar je normaal gezien foundation mee aanbrengt. Dus ik ga dat gewoon met dat wandje doen. En we zien wel wat er gebeurt. Ik ga een klein pompje doen. En dan, oh my god, oké. Okay. Oh, laat het niet mislukken, laat het niet mislukken. Ik zie hier al dat er iets mislukt is. Oh my god, man. Oh, dat ziet er al niet goed uit. Oh nee. Ik denk dat ik toch make-up moet gaan bestellen om dit goed te krijgen de komende dagen. Oh my god, kijk.
Ik heb hier overal plekken, want ik heb psoriasis op mijn gezicht. Oké. Dat was het. Ik ben klaar. Nu weet ik wel niet hoe ik dat ding hier moet uitwassen. Oké, YouTube, ik ben klaar met de tanning. Ik vind persoonlijk niet dat het een super groot verschil is. Ik had het verschil eerlijk gezegd veel groter verwacht, omdat dat bij de andere YouTubers precies was alsof die echt kei bruin werden, terwijl ik totaal niet er mega bruin uitzie of zo. Dus een klein beetje teleurgesteld, maar ja, het is natuurlijk nog niet het uiteindelijke product. Dit is mijn slaapoutfit. Om niks vuil te maken. Zoals jullie nu net hebben gezien, vond ik het best wel eng om zo bruine crème like, op mij te smeren. Vooral mijn gezicht was zeer eng. Het is niet dat dat opeens echt super raar en super onnatuurlijk is. Maar jullie zijn waarschijnlijk nu kei benieuwd naar de before-after. Nadat ik heb gedoucht. En nadat ik heb geslapen, dus laten we even kijken naar die resultaten. Oh my god. Goedemorgen. Ik heb iets langer in bed gelegen, omdat ik gisteravond nog een serie heb gekeken in bed. En op de bus stond 7 uur, dus normaal gezien slaap ik ongeveer 7 uur. Maar ik heb dus nog een uur naar iets gekeken, dat is al 8 uur. Dan heb ik daarnet nog onbewust, ik denk een half uur of zo, op mijn gsm gezeten. Dus dit zit er echt al veel langer op dan 7 uur. En dat zie je wel. Dus ik ga nu zo snel mogelijk douchen. Dus zo snel mogelijk eraf doen. En dan zie ik wel hoe ik eruit zie. Nu klaag ik wel niet meer dat het niet super dark is. Tent. En daarna douchen, dacht ik, hey girl. Vonden jullie ervan? Ik weet het niet wat ik ervan vind. Want ik heb ze zelf nog niet naast elkaar gezet. Want ik heb deze video nog niet bewerkt. Ik ben wel tevreden. Ik denk de volgende dagen dat het er nog iets natuurlijker gaat uitzien. Want nu, ik vind wel dat ik een goede job heb gedaan bij mijn oksels. Het is niet dat dat kei donker of kei licht is. Toch? Dat gaat ook mooi over. Dat vind ik wel good job, toch? Toch? Oké. En mijn huid voelt ook super gezond. Ik dacht echt, mijn huid die gaat er totaal niet tegen kunnen. Of die gaat direct uitdrogen of rode plekken krijgen of weet ik veel. Omdat dat ja, product is met parfum en zo in. Maar echt, mijn huid, zo gezond dat die aanvoelt. Zelfs gezonder dan normaal. Super random dat ik dit stukje video toevoeg, maar ik heb net 2 uur of zelfs langer in een jacuzzi gezeten. Dus ik wou even reviewen wat er is gebeurd met als je dus lang in water zit. Want als je deze opdoet en je gaat dan bijvoorbeeld op reis met een zwembad, wat er dan gebeurt,
Het is wel al veel lichter geworden, maar niet super, super veel. Maar je merkt wel dat het bruin er al, het echt harde bruin, dat dat er wel af is nu. Ook. Dit was mijn review video van de SoSu Ultra Dark Mousse, zelfbruine mousse. En bedankt om te kijken. Geef deze video een thumbs up. Abonneer op mijn channel. En duid dat belletje aan, zodat je weet wanneer ik iets nieuws heb gepost en je meteen kan kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.